de familie van Ree die op de hertenkamp boert. Dit is het wapenschild van ons. Oh, wacht, van Ree met R-H-E-E. Ja. Dus, en wie komt zoiets tot stand? Ja, daar ben ik erachter gekomen dat mijn broer of mijn zuster eigenlijk, die hebben dan zo familie zo nog gekeken. De ganse stamboom of wat? De stamboom en dergelijke erachter gekomen. En dan kwamen ze erachter dat de ons familie, de stamfamilie van Ree, een wapenschild heeft. En dat wapenschild dat hebben we toen op computer opgezocht. Ja. En alleen moest dat wel bewijzen dat zich al van Ree had. Dat zich dan een aanmerking verkumst dat ze zo'n wapenschild kan krijgen. Wat grappig. Ja, leuk, hè? Wat ziet je te wijten gekomen over, het geslacht van Ree? Familie had ergens iets met herten te doen. Bij een of andere adelige. Maar hoor wie wat of verder, dat met mijn zuster op de Ruiven beter. Misschien met de jacht of zo? Ja, ja, of, jacht op zondag. Van vroeger hoe dan? Van vroeger hoe, 200-300 jaar geleden. Geluid dat tot 1695, bijna 1700, heb je zussen dat terug kunnen vervolgen. En die woont op de Ruiver? Die woont op de Ruiver, in Offenbeek. Oh! De auto is ook weg, dus dat is met een auto gans weg. Dus ik kan ik normaal niks zeggen. Ze zijn natuurlijk autowegers. Dus dat ze dat wel drukker met als ze de hond hier doodloopt en een auto meenemen. Ze heeft wel eens drukker gedaan, dan gaat ze gewoon door de perenplak met de hond. De perenplak? Ja, daar ligt hier achter. Dat is zo'n hele grote plak aan de bosrand. Ja. Wat spul grij. Dan geef je alleen maar hier, als je hier rechts af gaat, dan links die straat te volgen. Dan gaat zo omlieg en die straat volgen. Dan kom je door aan de bosrand uit. Dat is allemaal speeltuin en allemaal zo'n grijstijd. Dan laten ze de honden ook altijd uit. De perenplak. De perenplak, zeggen we, voor de plat. En waar komt de naam vanaf? Ik heb geen flauw idee. Daar hebben vroeger peren gestaan. Door. En als ze de bos ingeist, dan stonden andere peren zo overal, zo links en rechts. Maar, de perenplak. En de groeven? De Wambachgroeven, die is niet achter. Oh, die leed door. Ja, als je hier door gaat, dat is de brug over de dingen. Dat is een trap op hier en dat is hier achter een hertenkamp. Waar reeën en schopen, geiten, van alles zit door. Maar niet de Van Reeën. De Van Reeën die wonen waar heen. Nee, dat is niet wel anders. Maar als je hebt zelf ook een hond? Nee, nee. Niet? Nee, ik heb hun gehad, maar lang niet meer. Je ziet een van de zeldzame heen in deze buurt die gaan een hond ja, hebben. Ja, die hebben er al geen een heel lang dag nog niet. Die andere niet, maar zo hier in de buurt zit er heel veel. Nou, want volgens mij is het wel een heel mooi stukje wandelen als ze hier door dat ja, je kent stukje... als je ware, als je dadelijk dat brugje over gaat. Ja. En je gaat gelijk door rechts is een trap, die gaat omlaag, dan kom je bij de rieënplak goed. Dan kan je gaan er weer lopen. Dus dat is de perenplak, dat is de rieënplak. Ja, de hertenkamp noemen ze dat. Hertenkamp? Dat is de hertenkamp. En wat zoek ik net ook iets van aan de poel of zoiets? Ja, gaat je door die trap omlaag, gaat je links, dus dat is de eendenvijver. Aan de poel zeg je zo tegen plat. En gaat je rechts, dan heb je de hertenkamp, dan kan je er weer lopen. En als je rechts eromheen loopt, dan krijg je rechtsaf en dan weegt naar boven toe. Wandelpad naar boven, dan krijg je Wiesakker Munt door de bos te lopen. Wat is gedaan? Dat was vroeger gedaan. Echt hoor? Ja, en toen er nog sneeuw loog, voor een goeie 24 jaar geleden loog, dan hebben we nog wel heel veel sneeuw gehad in de winter. Dan zien we langlauf skiën, zien we heen de bos ingegaan, wie is op de Ruiver en zo, en dan zien we langzaam terug, zo, bij de Witte Stein door koffie gaan drinken en dan weer terug langlopen. Maar we hebben nu de laatste 10, 15 jaar geen sneeuw meer gehad. En als we sneeuw hadden, we afgelopen jaar, dan hadden we misschien... Is dan een lang plezier drie dagen. Twee, drie dagen, dan waren ze weg. Hé, nog even terug naar dat worp, hè. Ja? Want ik heb net eens even gekeken. Nou, dat rieën, dat kan ik dan plaatsen. Ja? Maar de... Wat is het? Is het een zeemeermin? Of ik heb geen flauw idee. Nee? Geen flauw idee. Ik weet alleen wie... Dat, als je op de computer gaat en dan vind je dat staat worpen, dan zoek je op dat worpen van de Varie. Wordt vanavond precies, weten we ook niet. Ik weet alleen wie ze berechtigd om hem op te hangen. Zo kijk. Dat is het enige wat ik weet. En ik vind het leuk, mijn vrouw zegt, wat ze dat ding ophangen. Ik zeg, nou, ik vind het leuk. In plaats van een naamschildje is dat, Varie, dat weten ze ook. Zo is dat.
Ja, ik werd dan altijd nieuwsgierig, hè. Of wat, dit is een poort, dit liep wel water, of... Ja, ja. En dan die dobbelsteen met de slang. De slang en zo, ja. Serpent, zei ze vroeger dan, hè, ja, tegen... Ja. Maar ja, dat is nooit boven water gehaald. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het heel wiet weg, die familie, jacht op ziet als waren bij een of andere adelige. En de heer heeft toen dat worpje gegeven. En voor de rest weet hij het eigenlijk niet. Ik vind het alleen maar leuk. Is het ook? Want dat hebben niet alle mensen zoiets. Nee. En wie ziet je hier tegen... Of ziet... Nee, ik ben een stijlerse. Ik moet net zeggen, ziet... En een stijlerse? Ja. Oké. Okay. Aan onze Janssenstraat geboren, die missiewuringen door. Oh, ja, want als ze stijls is, is ze ook aan onze Janssen, hè? Ja. Ja, ja. Inmiddels heilig verklaard? Voor een aantal jaren geleden? Ja, ik weet er eigenlijk weinig vanavond, want ik ben als klein kind in Australië geëmigreerd. En ik heb toch wist me 16 jaar in Australië gewoond. Down Under? Down Under, ja, meid. Ja, meid. Let's throw another shrimp on the barbie. I can change it to my natural language. Oh. Didn't I like, mate? Ongelooflijk. Waarom ziet je zo broen? Dat weet ik niet of het over... Ik heb van natuur ook bij die altijd zo broen. Nee, maar je ziet dus, je hebt ook jeugd doorgebracht voor het gratse gedeelte in Australië. In Australië. Ja. Waar dan? In Murray in Victoria. Dat is vlakbij Melbourne in de buurt. Ja, wauw. Leuke plaats was het. Leuke tijd ook. Leuke tijd gehad. Ik vond het de mooiste tijd van mijn leven. En toen ik met bijna 16 jaar oud was, is hij met de boer naar Holland teruggekomen. Ik kon zich gaan niet wennen in het begin. Toen heb ik me opgegeven voor de mariniers. En dan heb ik 6 jaar bij de mariniers gezeten. Goh. En via de mariniers ben ik dan op de zeeprovincie, de grote kruiser wat we hadden. Ja. Daar heb ik 3,5 jaar, bijna 4 jaar op gevaren. Over de hele wereld zie je overal. Je hebt wel avonturen beleefd dan. Nou ja, dat is heel veel avonturen. En ik heb gelukkig mijn vrouw, die ik kom uit München. Ah. Dat is internationaal zo'n beetje. Ze hebben een Bayerische gattin. Jawohl, een echte Bayerische gattin. En die heeft me ook geleerd dat echte Bayerische essen. Wie een schöne grillhakse eet of zoiets. En een grillhakse, ja, dat lekker. Maakt hij zelf. Mag ik nog zelf, ik ken het allemaal zelf. En wat dat betreft, ik ga nu in juli gewoon weer naar Beieren toe. Nou, zijn zuster en familie op bezoek. Wat leuk! Dus dat is allemaal heel leuk. Ja, het is een, ze noemen het niet voor niks de Vrijstaat, hè, Bayern? Vrijstaat Bayern. Het is een heel weet je wat typisch, het is? Weet je wat het is? Mijn vader zei altijd vroeger, want hij heeft vroeger in de concentratiekamp gezeten en zo. Ja. En mijn vader zei altijd: bij mij kun je geen Pruisen doen. He? Behalve die Bijen, die vond ik leuk. Gek is dat, hè? Die hebben ook een gans aantal mentaliteit. Want als dat klopt. Als je hele grens over die roerpotler, die lopen een beetje met die neus en boord, die bijna dat ze gewoon weinig wat zien. En de Bijen, die zien dat is gemütlich. Dat vind ik dus dat mooi. Ja, en ik moet zeggen, mensen die ze door tegenkomen, keurig, aardig. Ja. Kinderen zijn netjes opgevoed bij het zwembad in een dorpje, hoeft ze de fiets niet af te sloeten, dat nemen ze door. Nee, nee. Dus dat... en wie had de wederhelft? Wie had ze? Jutta. Jutta. En die Jutta is ook een echte Bayerische. Ja, echte Bayerisch. Het heeft twee zusters. Eide woont in de Eifel bij de buurt van Mayen, in Riede. Daar gaan we regelmatig naartoe, dus maar een uur, anderhalf uur gereden. En ja, in juli gaan we dan weer naar Beieren toe, want dan wordt de einde, is dan 70 jaar wordt het, dus dan gaan we dat doorvieren. En dan blijven we door een week, 8 dagen, wat er dan blijven door. Dus eigenlijk als Limburger word je al Bourgondisch, maar het Bourgondische is nog eigenlijk wel verdubbeld door Jutta. Eigenlijk. Ja, door mevrouw, ja. En wie noemen ze ook in Duitsland? Von Hirsch? Nee, Van Rie. Van Rie? Van Rie. Van Rie. Soms zeggen ze van, maar dat klopt dus niet. Nee, direct corrigeren dan. Ja, ja. Nee, we hebben een leuke tijd gehad altijd. En, dat denk ik. Ik heb ook dat, doordat ik 6 jaar in de Brieden was, maar niet eens en zo. Vuur gereisd, gaat op de wereld zo'n beetje. En ik heb gelukkige vrouw getroffen die zelf ook enorm geen reist. Dus we zien, ik geloof niet dat er een land ter wereld is waar we er niet waren. Of dat nou Noord- of Zuid-Amerika is.
Of dat nou Australië, Thailand, Maleisië, Malediven, noem ze maar op. Staat er nog iets op het lijstje? Wordt je samen gemeld? Nou, eigenlijk nog maar. Ik heb bijna alle eilanden gezien in de Caribe, Curaçao, Ruba, Bonaire, kennen we. Sint Maarten ken ik, Saba ken ik, Dominicaanse, Jamaica. Ik weet eigenlijk dat mijn woorden niet worden neemt. We hebben altijd hier gereisd. Dus ja, laat maar gewoon. De lijst maar eigenlijk hier. Hè. Ik ben er nog 70, heb mijn leven lang, bijna 24 jaar gedoken. Een duiker. En ik heb in Kenia buur spreken, heel veel met walvishaaien gedoken. En met haaien, en pff, dat is gewoon een hobby. Leuk. En dan beginnen die uitjes te glanzen. Oh, hè? Joh. Ja, wat zul je bezien zonder mooie herinneringen? Ja, ja, ja. Ik heb daar nou zo die mooiste foto's, daar heb je allemaal mooi ingeplekt. En die hangen allemaal in de gang, als ze naar boven gaan, is de ganse boer hangt vol. Dat is gewoon leuk, dat zijn leuke herinneringen. En nu ben ik dan voor 2 jaar terug, ben ik dan gestopt met duiken. En dan heb ik gezegd van, nu is het goed. Ik had dan mijn 2700ste duikgang in Egypte gemaakt. En daar heb ik gezegd, no schluss. Leuk getal om mij te stoppen. En dat heb ik ook gedaan. En mijn vrouw is heel blij erbij. Die maakt zich dan zorg? Ja, want ik heb van 2011 in Egypte geen wacht op zo'n motor. En dan brak ik daar even de teek, verder naar de duikplaats. 3, 4, 5 keer gewoon, dan was de motor voor en achter de goede bak. He, en dat deze oude koffers en alles bij grondbrengen nu vooral. En die vroeg dus, nou, zou ik dan naar de duikplaats? Over de pier, dat was 900 meter lang. Ja, 3, 4 keer heeft dat gedaan. De 5e keer zat er met 5 man achterop. En dan ging de reiniging achterop zitten. En dan ging dat vuur aan de muur. En joep, pleurde we zo allemaal eraan. En dan zien we allemaal in het ziekenhuis beland. Allemaal bijnbreuken, heup gebroken, ik 5 ribben gebroken. In Egypte? In Egypte, ja. Long geperforeerd. En dat is nou 2 jaar geleden? 2011 was dat. Op 2011? Ja, lange tijd geleden alweer. Ja. Maar niks aan overgehaald? Nee, nee. Joh, erop ben ik gelijk weer gaan duiken.